Waarom doorgaan als iedereen het weet? Dat ik die echte ben. Dat die neppe copycat alleen maar overheid kan blijven omdat alles fake is. Een fidère ziet zogenaamd alles, maar ziet dit niet. Steven die zag het al. Sandra die zag het al. En iedereen ziet dan weer dat Gianni het zogenaamd niet ziet. Dat de familie het niet ziet. Want wat hebben die dan te verstoppen dat ik hierin mag verdrinken? Inge de Bruin die weet het. Joey Sommer die weet het. Stella Baan die weet het. Edgar Manier die weet het. Meerdere mensen hier in het rijtje, al die buren, die weten het allemaal. Ian is die echte en het copycat is slechts een trutje die een hele kerel wil zijn. Dus waarom doorgaan? Iedereen weet het. Politie die weet het. Moet ik nog mijn namen gaan opnoemen? Iedereen die weet het gewoon. Dus mijn destiny wordt gestolen. Zwaar plagiaat op alles wat ik doe. Mijn woorden, mijn zinnen. Allemaal mooi. De informatie waar ik mee kom. Zelfs als het niet mijn informatie is, maar ik deel een video, vindt het wel een andere video met dezelfde informatie. Iedereen die ziet het. Zelfs hun die alles zien, maar die moeten blijven zwijgen en die delen dan alleen een dansvideo. Dus zeg, voor wat doorgaan, als jullie het allemaal al weten. En het zal alleen maar echter en echter worden. Dus ja, nu zien we wat eraan komt.